En we hebben de preview, we hebben dit project staan, Demo Areas. Mm-hmm. Dus dat is een mooie startlocatie. Yeah. En wat je, dat Areas eigenlijk doet, is hij rekent dus uit, als ik ergens iets nieuws bouw, wat voor effect heeft dat op de Natura 2000 gebieden omheen. Yeah. Dus je krijgt niet het effect op de straat, zeg maar. Mm-hmm. Stel dat ik hier een nieuwe flat neerzet, ik krijg niet het effect wat hier direct plaatsvindt. Yeah. Maar hij rekent door wat dat voor mijn Natura 2000 gebied is. En dit is een stukje daarna. En dit duingebied is een Natura 2000 gebied. Ja. Dus je breekt eigenlijk hoeveel effect als ik hier dit gebouwtje bouw, heeft dat daar op de omgeving. Nou, ik kan dat gebouw bouwen. Mm-hmm. En dan zijn er een heleboel effecten die hij daarin mee kan nemen. En dat, dat is de uitstoot van het gebouw zelf. Dat zijn allemaal variabelen die je kunt invullen. En volgens ook in de verschillende bouwfasen. Nou, dat vragen we allemaal mee wil nemen. Dat dit ontwikkeld voor de gemeente Den Haag. Zij willen dat inderdaad volledig meenemen. Maar wat ook interessant is, dat je bijvoorbeeld kijkt naar het effect van de wegen in de omgeving. Yeah. Dat die toenemen qua verkeer. Dus stel dat hier bijvoorbeeld 100 zware auto's extra bijkomen vanwege dat gebouw. Mm-hmm. En dan rekent dat door. Dus dan stuurt hij dat nu naar areas toe dat deze wegen drukker worden. Nou, dan zie je die overlay ook updaten. Dit is dan het effect op dat Natura 2000 gebied. En je ziet voor die gebouwen die je van verkeer update of upgrade, dan moet je eigenlijk zelf met de hand bepalen hoeveel extra er overheen komt. Het is niet dat daar een bijvoorbeeld een indicator van een andere slag overheen zit. Van ik bouw een gebouw met zoveel woningen, dus er zit zoveel extra verkeer komt er hier naartoe. Nee, wij berekenen dat niet, want dan kom je inderdaad in de wereld van die verkeersmodellen. Yes. En daar is heel veel discussie over. Dus we hebben eigenlijk twee opties. De ene optie is dat je met die attribute actie zelf aangeeft naar die wegen zijn drukker geworden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een variant. De andere variant, wat ik zelf ook wel interessant vind, is dat dat algoritme van die routing map. Dus dat je zegt, nou, dit gebouw die heeft effecten op zoveel wegen in de omgeving. En dan keer een bepaalde factor, dan kun je het even wel weer maken, dat je het op die manier aangeeft. Ja, die lijkt me dan wel best interessant. Ja, maar dan krijg je heel erg de discussie van, ja, deze hoofdweg die is misschien weer net wat drukker. Hoe die route dan precies zo loopt, en een hoop auto's die rijden zo, in plaats van via het achterstraatje. En dan kom je dus in de wereld van de verkeersmodellen. En ik heb ook het idee dat elke gemeente dat ook weer net wat anders doet. Dus dat hebben klopt. Dus direct antwoord op wat nou de perfecte antwoord daarop is. Nee, dat is nog een ander wereldje. En de kwaliteit van de modellen per gemeente zijn ook heel verschillend. Ja. En vaak zijn die modellen dan ook alleen voor de hoofdwegen gedaan en niet voor de kleine wegen. En als ik me niet vergis, de areas impact zelf wordt nu berekend vanuit voor verkeer eigenlijk. Dus als je het zelf aanpast. Voor het bouwen. Ja. Dus we hebben ook die demo areas wiki. Kijk, staat het demo project staat al uitgelegd. En nou, dan kun je doorklikken naar areas overleven. Dan zie je precies op welke onderdelen die doorrekent. Ja. Even kijken, dat is de building. Ja, dus de roads, traffic. En construction phase. Ja, precies. En andere achtergrondwaardes. Componenten die daaraan bijdragen. En achtergrondwaardes, dus ik noem wat, er zit een stal of er zit een haven of andere dingen die ook zijn eigen uitstoot hebben. Die zitten er wel allemaal in of juist niet? Nou, wat je berekent is vooral het verschil. Dus je kijkt niet naar de huidige situatie, maar als ik daar een gebouw maak, hoeveel impact heeft dat op dat natuurgebied? Dus je wil eigenlijk niet de achtergrondwaarde daarin meenemen. Ja, dat is gewoon een verschil. Ja, en zo gaat het ook in die vergunning. Nou, als jij dus een nieuw gebouw wil neerzetten, dan kijken ze van, nou, wordt het dan erger in het natuurgebied? Maar ze kijken niet naar of de huidige situatie al heel erg is, bijvoorbeeld. Is het ook mogelijk, want nu is het alleen de impact op het Natura 2000 deel. Is dat omdat areas dat alleen in staat stelt of als mogelijkheid heeft, of kan dat gewoon niet? Met areas. Nee, dat kan niet met areas. Areas die breekt impact op die Natura-gebieden. En dan kom je dus heel erg in die rekenmodellenwereld. En we hebben dus natuurlijk al die standaard overlay die erin zit. Mm-hmm.
Deze, die ik kan nu niet aanklikken, maar je weet wel wat ik bedoel, die NOx-overleg. Ja, klopt. Nou, dan kom je zo op die verschillende modellen. Je hebt dus SRM1, een SRM2, een SRM3. En mm-hmm. we hebben nu standaard SRM1 geïmplementeerd. En dat is het effect van een gebouw, mm-hmm. van het straatverkeer direct op de gebouwen in de omgeving. Ja. En SRM2, die gaat over het effect op de langere afstand. Mm-hmm. En wat ze daarbij doen, is dat ze als het ware zeggen, nou, dit gebouw, een deel van of deze werkzaamheden die ik heb verdrukt, die drukker is geworden, een deel van die NOx, die zal, depositie, die zal direct tegen de gevels van die gebouwen aankomen. Mm-hmm. Maar er zal ook een deel, dat zal vervliegen, en dat vliegt veel verder, dus een paar kilometer verderop, komt dat dan neer in zo'n natuurgebied. Ergens, die rekent alleen met SRM2. Dat staat ook in de handleiding van Arius. Stel dat je deze weg bijvoorbeeld drukker zou maken, ja, dan kun je dus eigenlijk niet doorrekenen met Arius. Omdat dat SRM1 effect, dat heeft ook direct impact hier. Mm-hmm. Ja, maar die eerste 50 meter. Dus daar kijk alleen eigenlijk maar naar de langere afstand. Wat SRM2 doet, is alleen de lange afstand variant. Ja, dat is alleen de lange afstand variant. Dus je kunt niet met Arius een weg die direct aan het natuurgebied ligt doorrekenen überhaupt.